We hebben eigenlijk de nieuwe schoolnaam een beetje gedoopt. Dus we hebben de nieuwe schoolnaam De Wellen, die we al sinds 1 september gebruiken. Ook nu van een plaatje voorzien van eigen logo. En dat hebben we met de kinderen gevierd. Dat doen we op de 2 andere locaties ook straks. Maar dat plaatje, dat heeft daar wel iets mee te maken met samenwerking. Nee, het zijn niet die 3 scholen. Dat zeg ik er pas vast bij. Maar we willen wel heel goed samenwerken, zodat jullie heel goed les krijgen, blijven krijgen, ook in de komende jaren. 3 scholen gaan samen. Welke scholen zijn dat? Dat waren de oude Oosteres, de oude Rank en de oude Tourmalijn. Dat waren 3 SBO-scholen van 3 stichtingen. Katholiek, protestant en openbaar. En dat is heel bijzonder. Daar hebben we 1 algemeen bijzonder neutrale school van gemaakt. Onder de naam De Wellen. Dus dat is een ingrijpende fusie. Maar wel met een prachtige uitdaging voor ons om met 1 nieuwe sterke school te zorgen voor goede ondersteuning voor de kinderen hier in de stad. Ja, want er komt ook een nieuwe school. En wanneer komt die nieuwe school er? Ja, het wordt niet helemaal nieuw. Dus hij wordt bijgebouwd bij en aangebouwd en opgeknapt van het oude gebouw aan de Winkelsteeg. Daar vindt een flinke uitbreiding plaats. De gemeente gaat daar geld voor beschikbaar stellen. Dat horen we volgende maand. En dan hopen we in 2018 te gaan bouwen. En dan ergens in begin 2019 hopen we dat op te kunnen leveren. En dan kunnen alle kinderen ook fysiek naar 1 plek. Ja, en om hoeveel kinderen gaat dat straks? 220. 220 kinderen hebben straks een hele fijne nieuwe, school. Op een nieuwe plek samen. Met een mooie buitenruimte, een boerderijgedeelte, tuinen, keuken. Dus ook mooi voor praktijkonderwijs daar.